Hallo, mijn naam is Marcel Kooijman. In deze korte tutorial ga ik laten zien hoe je een beeld kan verkleinen voor Adobe Photoshop CC 2018. En natuurlijk niet te vergeten het verscherpen. Als je klaar bent met het beeld, dan maak je er een kopie van. En daarna ga je dus het beeld verkleinen. Image size of je doet het andersom, dat maakt niet zo gek voor uit. 72 dB en daarna 2048 pixels op lange zijde. Gebruik je een portretstand, dus het beeld is een kortslag gedraaid, dus niet in een landschap maar in portret, dan neem je natuurlijk de hoogte 2048 pixels. Nou, dat spreekt voor zich. Nu is het beeld verkleind en nu gaan we het verscherpen. Daar komt deze laag voor. Filters. Other high pass. Met die high pass filter moet je zorgen dat je een heel klein beetje het model te zien krijgt. Ik kan het niet te ver terug, anders is het niet te zien op YouTube. Ik zal hem iets scherper houden, dus ongeveer zo 1,5. En dan zeg ik oké. Daarna gaan we naar soft light. Dan kan je zien dat het bestand mooi verscherpt is. Ik zal het 100% laten zien. En als je de laag uitklikt, dan zie je dat die onverscherpt is. En de laag aan is verscherpt. Is het niet genoeg, dan kan je hem ook op vivid light zetten. Die is wat agressiever qua verscherpen. Nu is die te scherp. Voor mij, nu op de monitor. En in de video zal het wat minder zijn. Maar in dit geval zou ik gewoon de laag halveren. Of zelfs 25% opacity. En dat gebruik ik door middel van het numeriek toetsenbord. Dus als je op de 1 tikt, dan krijg je 10. 25 is 25, 50 en het wordt en de 0 is 100. Nou, het beeld is mooi scherp. En nu gaan we het opslaan. En het opslaan, dat doen we door middel van File. Export. Save for Web. Of de sneltoets. Ctrl, Shift, Alt. S. Vervolgens ga je naar Optimize the File Size. Dat is 700k. Oké. Nu is het bestand geoptimaliseerd voor 700k. En als we hem nu opslaan, Save, krijg je hem op. Save as. Deze heb ik al gedaan, dus ik override hem. Replace. En het bestand is klaar. Even hier is het bestand. En als ik hem laat zien, dan zal je zien dat de haren van dit model prachtig scherp zijn. De oogjes zijn lekker crispy scherp. De bril ziet er mooi uit. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze tutorial. En wie weet, tot snel. Dankjewel.